Want die hebben toch wel 4G. Ja. Het is nu dus de week tegen de eenzaamheid. En eenzaamheid is onder studenten best wel een groot probleem, maar ook onder senioren. Ze worden 6 maanden aan elkaar gekoppeld. En het is ook de bedoeling dat ze daarna nog iets hebben aan wat we hun geleerd hebben. En dat kan bijvoorbeeld zijn iets over digitale skills. Soms wil de senior iets vaker naar buiten. Of weer leren om met het OV te gaan. Dus ja, dat soort dingen. Ik ben bezig met het afronden van mijn studie. En daar had ik eigenlijk niet zoveel zin meer in. Dat was een beetje veel. En op een gegeven moment was ik de hele tijd alleen maar dingen aan het doen die ik niet leuk vond. En toen had een vriendin van mij me aangeraden van, dan moet je iets totaal anders ernaast gaan doen. En iets waar je echt gewoon vrolijk van wordt. En toen kwam ik hierop uit. Dus toen heb ik me opgegeven. Nou ja, dit is onze app. En dan zitten we nu in Amsterdam en dan zie je heel veel rode stipjes. Dus dat zijn allemaal senioren die wachten op een leuk maatje. Toen zag ik dus dat Bim die was het meest dicht bij mij. Dus toen had ik gereageerd. Ik dacht, dat lijkt me gezellig. Want ik hield ook van koken. En er stond bij dat Bim altijd in de kleurmarketing had gewerkt. Ik dacht, nou, ik heb er nooit van gehoord. Dus dat lijkt me heel interessant. Het is dus niet alleen maar omdat ze iets voor mij doet. Maar dat het zo fijn is dat je iemand hebt die je leuk vindt. Die jou komt helpen met die dingen waar ik gewoon echt soms geen raad mee weet. En meestal met digitale dingen. Of het even bijpraten over alle grappige dingen die Hilde meemaakt. En soms wat koken. Want de match is misschien wel op het koken gegaan. Maar die is zo'n chique kok. Die maakte echt bijna stermenu's. Nou, daar kan ik niet aan tippen. Want ik heb dat geduld niet. Voor het dakterras boven had Hilde een app, Plantnet. Ze hebben allemaal foto's genomen van planten en opgezocht welke namen ze hadden. En toen hebben ze geplukt en die heb ik, ben ik een beetje aan het drogen. Via AirDrop gaat dat ook. Ja, via de app van van dat ding. Ja. Niet via AirDrop. Oh, niet via AirDrop. Jammer. Ik dacht, zo goed. Zo'n fiets net nu nog in. Maar het leuke is dat ik dus de digitale nieuwe dingen gewoon kan gebruiken bij het oude ambachtelijke.